Daar is hij dan, de nieuwe Gazelle Grenoble 2025, ofwel de Grenoble C5 HMB. En moet u daar enthousiast van worden? Ik dacht het wel! Deze nieuwe e-bike van Gazelle die geniet van de positieve pluspunten die de Grenoble door de jaren altijd al had. Erg prettige rij-eigenschappen en een super comfortabele zithouding. De hoek van je zadelpen naar je trapas is eigenlijk zo vervaardigd dat je altijd een soort van naar voren trapt. En dit geeft een super fijne rijervaring. Vanwege deze hoek zet je eigenlijk automatisch wat rechter op deze fiets. De accu van deze fiets is zeer fraai geïntegreerd in het frame. Dit geeft hem niet alleen een mooie look, maar zorgt ook voor een laag zwaartepunt, waardoor de stabiliteit op de weg extra goed wordt. Laten we beginnen met de voorkant van de fiets. Zoals je ziet heeft de fiets een koplamp die we kennen van de andere Gazelle e-bike, de Avignon. Deze fraaie koplamp heeft een dag- en nachtstand. Als het donker wordt gaat hij automatisch feller branden, met een maximum lichtopbrengst van maar liefst 70 lux. Je wordt dus altijd goed gezien in het verkeer en zelf heb je ook fantastisch zicht met deze sterke koplamp. De fiets is voorzien van een verende voorvork en eentje met de vering in de vork zelf. Deze heeft een grotere veerweg dan de headshock vering die voorheen in dit model zat. En als we dan wat hoger kijken zien we een prachtige bekende van de Gazelle Chamonix, namelijk de handig instelbare stuurpen. Deze is zeer snel en eenvoudig trappeloos te verstellen, dus aan verstelvermak is ook gedacht. En de kabels zijn natuurlijk ook erg fraai weggewerkt in deze nieuwe Gazelle. Het ziet er erg fraai uit, een echt pluspunt dus. De middenmotor die op deze mooie fiets zit is de Bosch Performance Line middenmotor met een koppel van 75 Nm. Als je elke dag naar je werk moet en er staat altijd een stevige wind, dan is dat geen enkel probleem met deze alleskunner. Ook in de heuvels zal deze moeiteloos je van punt A naar punt B brengen. Een echte aanrader voor de veeleisende fietser. En wat is er nog nieuw? Nou, ik heb gekozen voor een nieuw type riemaandrijving. Deze is nog stiller dan de standaard Gates Belt Drive waar normaal voor gekozen wordt. In tegenstelling tot de standaard fietsketting gaat deze CDX belt een stuk langer mee en heeft hij geen smering nodig. Hij is op vele vlakken een stuk onderhoudsvriendelijker. Deze riem gaat ongeveer tussen de 10.000 en 15.000 kilometer mee. En dan de accu. De nieuwe Gazelle Grenoble C5 wordt standaard geleverd met een accu van 600 wattuur. Dat betekent dat je ook met veel ondersteuning niet bang hoeft te zijn dat je niet meer thuis komt. Je stuurt je Bosch systeem aan met de nieuwe Kiox 300 en de LED-controller die je op je stuur vindt. Alle essentiële informatie vind je natuurlijk op je display. Met de handige Flow-app kan je je telefoon koppelen aan je e-bike. Daarin vind je nog veel meer functies, evenals de navigatiefunctie. Meer info hierover vind je op ons YouTube-kanaal terug. Zeker even kijken dus. Het frame zelf is natuurlijk ook vernieuwd. Er zit een mooie strakke lijn in je frame en de accu is mooi geïntegreerd in de buis. Pet je af. En je hebt natuurlijk ook die zeer comfortabele lage instap bij dit model. Het opladen van de fiets doe je natuurlijk via de laadpoort die boven de accu in het frame zit. Je kan de batterij ook uithalen met de sleutel waarmee je ook je slot bedient. Erg handig. Schakelen doe je met de Shimano Nexus 5 achternaaf. Ze hebben gekozen voor deze achternaaf omdat deze heel betrouwbaar is en speciaal ontwikkeld is om te combineren met krachtige motoren. De algemene indruk van deze nieuwe Gazelle is er een van comfort, luxe afwerking, gebruikgemak en kracht. En natuurlijk met het oog op de toekomst. Het Kiox 300 display is bijvoorbeeld de ideale begeleider voor sportieve tochten. Deze nieuwe Gazelle Grenoble C5 komt in twee kleuren. Ivory White Matte, dat is een matte witte kleur, een beetje donkerdere wit, heel erg mooi. En de donkergrijze Glossy. En dit is een donkere glanzende kleur, ziet er ook heel mooi uit. En dan natuurlijk de vraag, wat gaat die nou kosten? Je rijdt op deze prachtige fiets voor 41,99 €. Je zult jaren genieten van deze fiets vanwege zijn grote accucapaciteit en je bent natuurlijk helemaal klaar voor de toekomst met het Bosch Smart systeem. Hoe zit je er zelf op? Ik zou zeggen, kom hem eens proberen bij ons hier in Cadzand-Bad. We hebben verschillende demo-modellen van Gazelle staan, dus verschillende types en dan kan je zelf vergelijken en kijken welke fiets het beste bij jou past. Moet je zeker doen voordat je een fiets koopt. Tot binnenkort!